Verder ben ik blij om u met deze open dag een andere kant van het politiebureau te kunnen laten zien. U, familieleden van onze nieuwe collega's, buurtbewoners en belangstellenden, u heeft via de media ongetwijfeld een vertekend beeld van ons gekregen. Vandaag hopen wij dat beeld voor eens en voor altijd te veranderen. Ons bureau staat voor u open. U kunt gaan en staan waar u wilt. We hebben geen geheimen. Ik wens u een prettige dag. Hij is dood. Wat is er gebeurd? Ja, dat moet jij me vertellen. Hij is gewurgd. Maar waarom? Ruzie? Kwaaie arrestant? Moord? Een agent vermoord op het bureau. En je hebt geen dader. Dat is mijn tas. Een artikel 10 formulier. Kan iemand dat even voor me regelen? Gewurgd. Vermoord. Wat? Eén hooguit, 2 uur. Wat blauwe plekken. Maar verder geen sporen van geweld. Maar misschien een worsteling, vechtpartij. Midden in het bureau. Zorg dat je dit oplost, ook zo snel mogelijk. Zoiets. Dit kan niet. Ik ga persoonlijk. Zorg dat je mij van elke stap op de hoogte houdt. Ik wil hier zelf toezicht op houden. Voorlichting. Gaan we de pers inlichten? Of zullen we eerst de familie vertellen wat er gebeurd is? Alsjeblieft. Bel maar als je hier iets mee van weet. Dat is verbijsterend. Ik snap het niet. Er was niks meer aan de hand. Hij was toch weer begonnen? Begonnen? Hij was een tijdje thuis. Ziek. Wist u dat niet? Er werken hier meer dan 100 mensen. Maar er was niks meer aan de hand met hem. Anja. Frank was niet ziek. Er is iets ergers gebeurd. Hij is vermoord. Wat zegt u nou? Hij is vermoord. Gewurgd. Ik wist het. Ik wist het.
Ik ben altijd bang geweest. Dat 's nachts een keer de bel zou gaan. Mevrouw, er is iets met Frank gebeurd. Anja, spijt me, maar dan moet ik je vragen. Heb je enig idee waarom Frank vermoord werd? Hoe moet ik dat nou weten? Ik heb hem gesmeekt om ermee op te houden. Tot je dood nog eens, zei ik. En hij maar lachen. Ik wil je graag weg. Laat je naar huis brengen. Is iemand die je opvangt daar? Dan ben je alleen. Thuis. Wie zou dat moeten zijn dan? Gaat het een beetje met hem? Ik wil dat je dokter De Vries belt en vraagt of hij naar huis gaat. De Goog? De geitenwolle sok? De geitenwolle sok, ja. Ik wil niet dat ze straks alleen is. Oké. Jij moet naar beneden, Buitendam laat mensen gaan. 3 uur in de trein. En er wordt er ook nog eentje vermoord waar je bij zit. Nou, ik heb het wel gezien waar onze Gerrit werkt. Pardon. Ik wil je weg. Ja, gaat u maar naar huis, mevrouw. Ik bied u mijn oprechte excuses aan. Ik verzeker u, ik ga er alles aan doen. Ik zal persoonlijk even de gegevens van deze mevrouw noteren, commissaris. Dan kan ze gelijk weg. Iedereen moet even zijn naam opgeven, mevrouw, voor zijn bureau uitgaan. Komt u maar. Keizer. Keizer. Ja. Even de gegevens van deze mevrouw noteren. De kok, meekomen. Ben jij gek geworden? Is het jouw idee? Ik behandel dit net zoals iedere moord. Grondig. En dan hebben de namen van getuigen altijd nodig. Nu helemaal. Verdomme de kok, dit zijn toch geen getuigen? Die mensen zaten in de kantine toen het gebeurde. Dit zijn ouders van collega's, familie. Als u soms liever heeft, ik het onderzoek niet doe. Daar heb ik het toch helemaal niet over. Hoe denk jij dat dit overkomt in de pers? Als wij hier mensen blijven vasthouden terwijl ze weg willen. Verstandige mensen hebben daar begrip voor. Wij doen gewoon ons werk. Ik ga die lijst door de computer halen. Het zijn de namen van iedereen die er vandaag is geweest. Ouders, familie van collega's. Ga zo maar door. Er is natuurlijk weer niemand die iets heeft gezien. Daar wacht de moordenaar meestal op. Een getuige in de buurt. In het politiebureau. Dat is de bloody limit. En dat is de eerste vraag. Waarom in het politiebureau? En waarom Frank? Ken jij hem een beetje? Van zien? Volgens mij is het de eerste keer dat er een van ons vermoord is. Moord. Dit was geen wilde schietpartij van dolle gek met een mes. Hij is gewurgd. En waarom? Omdat hij een agent was. Vermoord om wat hij was, niet om wie hij was. Is dat een motief? Omdat je een agent was? Ben je een ander? Nee. Nog niet, nee. Ben je er al? Goed zo, De Vries. Wacht even, de kok. Gaat nu redelijk met haar. Maar op het moment dat ze echt gaat beseffen wat er gebeurt... Kan ik wel even met haar praten? Maar wees voorzichtig. Ze is behoorlijk van streek. Daarom heb ik jou gebeld. Geef mij maar een seintje als ik moet stoppen. Ik kon hem niet meer thuis houden. Hij miste zijn werk zo verschrikkelijk. Zijn collega's... Het ging ook wel weer goed. Geen migraine meer, hij sliep weer normaal. Het ging wel weer. En hij had die afspraak, dus hij wou per se vandaag. Afspraak? Hij had een afspraak die hij niet wilde missen. Ach, zo ging het altijd. Altijd op zijn werk. Alsof het een roeping was. Ik heb ook gewerkt, weet u. Tikwerk op kantoor. 9 tot 5. Ik was blij dat ik thuis was. Hij... Hij had nooit rust. Als hij op straat de sirene hoorde, ging hij het liefst erachteraan. Weet je ook met wie hij die afspraak had?
Die afspraak van vandaag? Nee, dat weet ik niet. Gewoon een afspraak, geloof ik. Werd Frank bedreigd? Ik wist dat hij op een dag niet thuis zou komen. God, ik heb het hem zo vaak gezegd. Je hebt gelijk. Je hoort het ook vaak. Iedere keer als ik te laat thuis kom en vergeten ben te bellen. Dat haat ik. U komt tenminste nog thuis. Ja. We zullen het oplossen, Anja. Dat beloof ik je. Niet doen. Alsjeblieft. Los het maar niet op. Laat het met rust. Begrijp je niet wat ik bedoel? Als ze er niet voor terugdijzen om Frank in het politiebureau te vermoorden, dan maakt het ze niet uit wie ze pakken. Dan pakken ze u ook. Wie ze? Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ze is doodsbang. Gewoon bang? Nee. Dit is een reactie die ik vanuit het rouw- en ontkenningsperspectief niet kan verklaren. Je ziet hoe die jongens reageren op zoiets. Ja. Ik mag nog van geluk spreken als er vandaag geen ongelukken gebeuren op straat. Boodschap van Prinsen kon de Vries niet te pakken krijgen. Of je dat zelf nog even wilt proberen? De Vries is er al. Ik heb hem net gezien. Ah. Nou, dat is in ieder geval blij dat jij die zaak hebt. Dat geeft ze nog het gevoel van, dat in ieder geval opgelost wordt. Geldt al de helft. Ja, wacht dan nog even. Die journalist Henkje weet wel wil jou spreken. Daar hebben we toch een goed betaalde persvoorlichter voor? Hij wil je spreken over die moord op Frank. Speciaal jou. Dus ik dacht... Ik bedoel, je weet maar nooit. Hij zit boven. Op jacht naar Niels? Of kom je voor de krant informatie brengen, Henk? Oh, dat zou wel eens kunnen deze keer. Ik heb geen tijd voor vaag gelul. Als je het weet, zeg het dan. Ik heb gehoord dat dit een moord in opdracht was. Van wie? Ja, als ik je dat in je neus ga hangen, dan krijg ik verder niks meer te horen. Dat is dan jouw probleem. Ik heb het verhaal. En met dat verhaal heb jij je moordenaar, de kok. Zo simpel is het. Dat verhaal van jou moet er wel de moeite waard zijn. Ik wil de naam van de moordenaar. Jij bewijst het. Ik heb de primeur. Jij krijgt alle informatie die je kwijt kan, niet meer en niet minder. Ik denk dat ik wat heb. Ik heb al die namen thuis kunnen brengen. Allemaal families, bekende buurtbewoners, behalve één. Wie? Een Frederiks. Kleine jongen, Paul de studenten. Maar volgens de criminele inlichtingendienst zit hij de laatste tijd bij een georganiseerde groep. De Veeman groep. Hoe weet jij dat? Nou, die naam is vandaag al een paar keer eerder gevallen. Vroeger was er tenminste nog een soort respect. Erecode. Die hoefde nooit bang te zijn dat er op geschoten zou worden. Laat staan dat hij vermoord werd. Zou die Veeman dat wel doen? Een agent vermoorden? Frank heeft toen die 20 kilo cocaïne gepakt. Weet je dat nog? Een jaar geleden ongeveer. Verkeerscontrole. Die troep zit in de kofferbak. Is puur toeval. Maar later bleek dat het spul van de Veeman-groep kwam. Wie waren erbij? Frank. Ik dacht John. Haal dat dossier boven water. Breng hem hier. In de zomer? Breng hem hier. Nee, maar zonder dat Buitendam. Breng hem hier. Ik regel Buitendam wel. Jij gaat mij geen moord in mijn schoenen schuiven. Lul, Hannes. Zeker geen moord op een smeris. Daarvoor ga ik niet voor schut. Never. Als ik wil dat jij voor schut gaat, dan gebeurt dat wijsneus. En als jij mij een kutgeintje flikt, dan weet ik je te vinden. Zo. Net zoals je Frank gevonden hebt, zeker. Luister, Pipo. Als jij een agent vermoordt, dan krijg je de godganse Nederlandse politie over je heen. Dus doe niet zo bij de hand.
En beken gewoon. Jij hangt toch. Jij maakt mij geen reet. Geen fuck heb je. Geef dan eens antwoord op een hele simpele vraag. Wat deed jij hier vanmorgen op het bureau? Goed gedaan. Ik ga een persbericht opstellen. Persbericht? Tuurlijk, we hebben hem toch? Houd het vaag, hè? We hebben geen bekentenis, geen bewijs. Oké, goed. We hebben een verdachte. Dat houdt ze weer even van mijn nek. Jij hebt Frederiks, hè? Ja. Wat wil je daarmee bereiken, John? Kom op. Frank was een gouden gozer, echt. Wat weet jij van die Veeman-groep? Die cocaïne. Toevalstreffer. Gewoon pure mazzel. We deden een verkeerscontrole. Nou, ach, meneer, maak ook even die kofferbak open. Pats, 20 kilo. Denk je dat ze hem daarom vermoord hebben? Een Veeman is gevaarlijk. Als die duidelijk maakt dat hij het aandurft om zelfs een van ons af te maken in het bureau... Krijgen ze in het milieu de reputatie van een keiharde groep die over lijken gaat, ja. Zelfs over lijken van politiemensen. Shit, dan had ik daar dus ook kunnen liggen. Denk je dat... loop ik gevaar? Als onze theorie klopt, dan heeft hij zijn punt nu wel gescoord. Ben je wel eens door ze bedreigd? Of op een of andere manier door ze geïntimideerd? Iedere dealer in Amsterdam wist na die actie wel wie we waren, maar bedreigd, nee. En Frank? Denk eens goed na. Ja, niet dat ik weet. Maar hij zei niet veel. Ik bedoel, wij wisten precies wat we aan elkaar hadden. Maar praten, dat deed hij niet veel. Hij botte alles op. Hij was een tijdje ziek. Wist jij wat hij had? Ja. We zouden vandaag voor het eerst sinds weken weer samen de straat op. Verdomme. Hij is gebeld door Jan. Onze collega. Jan, de politieman. Frederiks is een tipgever. Jan heeft Frederiks vandaag gebeld dat hij naar het bureau moest komen om iets heel belangrijks te vertellen. Dus ging Frederiks naar het bureau, dat is logisch toch? En Frederiks vriendin had die boodschap aangenomen en nog zo gezegd dat hij nooit naar het bureau kwam. Maar Jan had gezegd dat het vandaag een open dag was. Dus dat hij niet op zou vallen. We hebben 14 Jan op het bureau. En dat zijn nog niet eens de bijnamen. Je hebt er nog niet? Wie is Jan? Ik heb al genoeg geluld. Zoek het maar uit. Jij hebt een motief en je had de gelegenheid. Reden genoeg om je vast te houden. Ik ben gepeild dat ik hier moest komen. Door Jan. Lullen jullie wel eens met elkaar? Ik heb dat allemaal al aan die mooie jongen verteld. Als ik jou was, zou ik wel een beetje meewerken. En jij bent mij niet. En ik hoef niet te bewijzen dat ik onschuldig ben. Nee, dat hoef jij niet. Maar het zou wel een hoop tijd schelen. Tijd zat hier. Wie doet me wat? Ik hoop niemand. Wat bedoel je naar mij? Je wordt verdacht van moord op een agent. Dit bureau zit vol met agenten. Ze kennen hem allemaal. Rotto. Mij een beetje bedreigen.
We zitten hier verdomme niet in Zuid-Amerika. Nee. Maar ik laat je straks wel overbrengen naar het hoofdbureau. En dan ben ik van de verantwoordelijkheid af. Hou je tot die tijd een beetje koest. Hm? Voor je eigen veiligheid. Meneer de Kok, heeft twee. Er is iets waar ik het graag even met u over zou willen hebben. Ja? Ik heb gehoord dat Veenman hier iets mee te maken heeft. En? Hij schijnt jongens vanuit zijn groep naar de politieschool te sturen. Als ze helemaal agent zijn, doen ze gewoon hun werk, vallen niet op. En ondertussen sluizen ze informatie door. Dat soort dingen. Hoe weet je dat? Die journalist, Hans, of Henk, die was hier vanavond en die vertelde het een en ander. En ik had het ook al eerder gehoord. En nou heb ik een paar namen van collega's opgeschreven. Waarvan jij denkt dat die misschien... Maar eens even kijken, is misschien wel handig. Natuurlijk graag. Hoe haal je die in je hoofd? Deze collega's moet je de straat op. Ze kunnen je leven moeten redden. En dat zullen ze doen ook. En dan kom jij met dat... Daar heb ik geen begrip voor. Die verhalen gaan al langer, er is nog nooit iets van gebleken. Daar kan en daar mag je niet mee aankomen. Als jij een journalist eerder gelooft in je collega's, dan... Ik heb geen begrip voor. Hallo! De Kok. Frederiks wil met je praten. Je wilde hem spreken? Dus volgens jou laten ze me straks per ongeluk van de trap afflikkeren. Dat heb ik niet gezegd. Ik ben echt gebeld door Jan. Welke Jan? Weet ik niet. Wat kan mij godverdomme die achternaam schelen? Ik doe gewoon af en toe een deeltje met hem. Het is een toffe gozer. Ik zweer dat hij me belde. Of in ieder geval mijn meisje. Hij had mijn meisje gebeld dat ik moest komen. En niet om die gozer rond te leggen. Echt niet. Welke Jan? Welke Jan doe jij zaken mee? Een bolle kop in de 40. Loopt op van die Jeruzalem Nikes. Van die sandalen, weet je wel, die Jezus-slippers. Hij heb op het hoofdbureau gezeten, bij de verdovende middelen. Daar ken ik hem van. Hij zit nog niet zo lang hier. Verder zoek je het maar uit. Fledder daar. Fledder? Wie is Fledder? En wie ben jij? Ik ben de Kok. Ik kom voor Dick. De Kok? We hebben helemaal niks besteld. Dick! Dickie! Er is het een of ander idioot beneden met eten of zo. Waarom rijden we hier op dit achterlijke tijdstip? Ik weet welke Jan Frederiks heeft gebeld. Ja? Wie? Hannes. Hannes is Jan. Jezus. Dat is het. Wat is het? Weet jij waarom Hannes is overgeplaatst van narcotica naar ons bureau? Een gerucht dat hij kook had achterover gedrukt uit een partij van 20 kilo. Is het bekend gewicht? Aangetroffen door Frank en John. In een kofferbak. Hm. 21 kilo dat Frank. Maar Hannes woog later voor het proces verbaal maar 20. Verkeerd gebogen? Ja, Hannes zei van wel ja. Zij zeiden van niet. Dus had Hannes de schijn tegen en met die overgeplaatst. Na een onderzoek waarbij ze overigens niets hebben gevonden. Ik dacht dat jij dat verhaal wel zou kennen. Ik hou niet van geroddel over collega's. Ik wil het nooit horen. Maar ik ben blij dat ik dit weet. Ik zit vast. En hij noemt mijn naam, anders was jij niet hier. Hij zegt dat jij me hebt gebeld voor een afspraak op het bureau. Een afspraak op het moment dat Frank vermoord werd natuurlijk. En iedereen weet dat Frank mijn vriend niet was. Zacht gezegd. Die kloot zijn bek gehaald had.
15 jaar narcotica, de kok. Zo'n afdeling, dat is familie van je. En dan word je van de ene dag op de andere dag uitgekotst. Die jongen wist niet wat hij zei. Ah, sodomiet erop. Die jongen wist precies wat hij deed. Zoiets zeggen waar een verdachte bij zit. Wat is er met die kilo gebeurd? Er was geen kilo. 20 kilo aangetroffen, 20 kilo vernietigd. Er is niemand die zich afvraagt of Frank die kilo niet gepakt had. Als er al een kilo was. En de kok. Geloof je wat Frederik zegt? Heb ik hem gebeld? Precies wat ik verwachtte. Ze heeft er niks mee te maken. Dat zeg ik niet. Hij is een politieagent. Wat doe je dan? Dat hij precies weet wat hij moet zeggen en vooral wat hij niet moet zeggen. Zoek uit wat Hannes gisteren gedaan heeft. De hele dag, van minuut tot minuut. Wat ga jij doen? Ik heb een afspraak. Met een psychiater. Ik heb je laten bellen om te vragen of je naar Anje wilde gaan. Om geestelijke steun. Maar je was er al. Ik kende Frank al langer. Had je verwacht dat ik je dat uit mezelf zou vertellen? Als zij er niet om vraagt. Je bent in dienst van de Amsterdamse politie? Nee, ik ook. Ik ben in dienst van iedere individuele Amsterdamse politieagent die mijn hulp nodig heeft. Ik heb hulp nodig. Ik kan me niet voorstellen dat jij geestelijk in een probleem zit. Frank was van de kaart. Hij is hier bij jou geweest. En ik wil weten waarom. En of het iets te maken heeft met die 20 kilo kook. Medisch geheim. En al is de patiënt dood of levend, de kok. Je geheimhoudingsplicht blijft bestaan. Frank was geen willekeurig slachtoffer. En ik heb geen 100% bewijs dat die Veenman-groep hierachter zit. De zaak wordt er niet makkelijker op. Frank was een uitstekende agent, gek op zijn werk. Nooit één dag ziek geweest. En dan, van die ene dag af, wekenlang uit de running. De reden kan van belang zijn voor het onderzoek. Ik meen het serieus, de kok. Als ik jou nou iets vertel, en het raakt bekend in het korps, dan is alles vertrouwen, de hele relatie die ik heb opgebouwd, in één klap weg. Dat kan ik niet riskeren. Hoezeer ik ook geloof in je discretie. De vorige keer dat een collega overleed, was jij nog niet bij het korps. En dat was tijdens een actie. Het gaf onrust, stress, psychische problemen. We hebben het nu over moord. Als we de dader niet kunnen vinden, moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Jij bent professioneel genoeg om dat te voorkomen als je dat kunt. Al is het maar een hint. Een hint, meer krijg je niet. Meer kan ik voor mezelf niet verantwoorden. Dertien maart? De hint. Buiten dan wil je spreken. Hoe zit het met Hannes? Je hebt ze de hele dag zien vissen. Maar dat zegt niet zoveel, want zijn telefoon is in zak. Ik wil dat jij dit ding een lijst haalt met alle incidenten waar Frank bij is geweest op 13 maart. Oké. Feestelijk. Ja, ze krijgt professionele hulp. De begrafenis is overmorgen. Ja, natuurlijk. Zodra ik iets weet. Dit was mijn tweede telefoontje van vanochtend. Dit was de hoofdcommissaris. Ik heb ze nog niks verteld over Hannes, omdat ik dat niet interessant acht. Ik verwacht namelijk dat je je concentreert op Frederiks en niet op roddels afgaat. Ik noem een verklaring van de verdachte niet gauw een roddel, commissaris. Je veroorzaakt onrust op het bureau. Nog dagen later het feit dat hier constant een journalist rondhangt. Het geval Hannes is onderzocht en er is niks gevonden. Als jij denkt dat je dat onderzoek over moet doen... Een of andere foute topadvocaat heeft zich gemeld bij de officier en zet druk op de ketel. Als wij vanmiddag niet meer bewijs hebben tegen Frederiks, dan kunnen we hem niet langer vasthouden. En onze hoofdcommissaris wil graag weten hoe het ermee staat. Zeg maar dat we druk bezig zijn. Heb je inmiddels meer bewijs tegen Frederiks? U heeft persoonlijk de supervisie over deze zaak. Denkt u dat ik iets zou achterhouden als ik iets had? De kok, ik heb geen zin in conflicten. Zeker niet in een zaak als deze. Doe je best en laat me gelijk weten als je wat hebt of als je hulp nodig hebt. Extra mensen of materieel. Eruit.
Alles van de 13e maart. Wat moet je daar naar mij? Wat is er nou met die 13e maart? Straks. Op 13 maart moet er iets gebeurd zijn waardoor Frank zelfs niet meer wilde werken. Waardoor hij met dokter De Vries terecht kwam. Overspannen was hij. Tenminste, als ik De Vries goed begrijp. En daarom staan wij hier nu boven? 13 maart, 8 uur s'avonds, stonden Frank en John boven op deze parkeergarage. En er weer een dorkkamfers naar beneden gesprongen. Een idioot? Daarna zijn ze naar zijn woning gegaan. We hebben niks kunnen vinden. Geen afscheidsbrief of niks. Heb je je naam nagekeken? Dorkkamp. Huh? ...25 jaar, klein dealertje, in discotheken, Kremlin, dat soort tenten. Gebruikt hij zelf ook. Misschien dacht hij dat hij kon vliegen, met de spullen in zijn neus. Connecties met Veenman? Welke dealer heeft er geen connectie met de Veenman groep? Ja. Wat een klote manier om dood te gaan. Nou, het valt niet zo erg. Neerkomen is een beetje vervelend. Mevrouw Mechel, de kok met COCK, recherche. Dit is mijn collega Fledder. Wat kan ik voor je doen, schat? Wil even met u praten. Jou geloof ik wel. Maar van jou wil ik toch wel graag even je lege toilet zien. Dertien maart is hij overleden. Piepte er zomaar tussenuit. En had nog helemaal niet. Het was vreselijk. S'avonds. Ja, hij ging wel vaker eerder naar zijn nest dan ik. Ja, hij was ook 10 jaar ouder. Toen ging ik naar boven en... Daar lag hij. En toen kwamen die twee agenten? Ik denk dat de buren gebeld hadden. Ik heb nog nooit zo gegild. Ze moeten dat 4 huizen verderop gehoord hebben. Enfin, de jongens die hebben er nog van alles aan gedaan, maar... Het hielp niet meer. Hij lag daarbij. Met zijn ogen open. Wat een eikel. Nee hoor, meneer, hier was niets aan de hand. Was de binnen van de kogelschaat en als je een beetje hard niest, dan waait de kalkje om je oren. Hebben we nog meer? Fledder. Kom eraan. Aja. Mijn man was agent. Hij is vermoord in het politiebureau. De recherche onderzoekt de zaak. Moet ik dan van een journalist horen dat de dader is gepakt? Dat had niet mogen gebeuren. Nee, dat dacht ik ook niet. Maar van de politie verbaast me niks meer. Wat heeft hij verklaard? Pardon? Verklaard. Wat heeft hij gezegd? Waarom heeft hij het gedaan? Voor wie heeft hij gezegd? Voor wie niet gedaan heeft? Waarom denk je dat hij het voor iemand gedaan heeft? We hebben geen bewijzen dat er iemand anders bij betrokken is. Oh. Ik hoop dat ik dat dan wel op tijd hoor, als jullie iets te weten komen. Als eerste, dat beloof ik. En kunt u die enge journalist hier weghalen? Begon weer over die cocaïne, alsof dat er iets mee te maken heeft. Ja, waarom zou dat er niks mee te maken hebben? Dat was toch over? Toen die bolle was overgeplaatst. Notabene naar het bureau waar Frank werkt. Weer zo'n briljante zaak voor jullie personeelszaken. De politie blinkt uit die stommiteit. Hoezo was dat over? Hij heeft hier nog een keer 's nachts voor de deur gestaan. Dronken. Schreeuwen en bleren dat hij Frank in elkaar zou schoppen. Hey? Frank is met hem naar buiten gegaan en heeft met hem gepraat. Als collega's onder elkaar. Daarna heb ik er nooit meer wat over gehoord. Je hebt er niet zo op de politie, hè? Vind het gek. Vroeger bedoel ik. Nooit gehad. Ik haat de politie. Waarom? Om alles wat ze me hebben aangedaan. Wat ze jou hebben aangedaan. En Frank dan?
Ik durfde geen kinderen te nemen omdat ik bang was dat ze hun vader zouden kwijtraken. Weet jij hoe dat voelt? Als je graag kinderen wilt en je durft niet! En nu denk ik, als ik kinderen had gehad, dan had er tenminste nog iets van Frank geleefd. Daarom haat ik de politie. Dan wil ik je nog één ding vragen. Waarom was je op de open dag? Nou, geweldig resultaat, de 13e. Dode oude baas, een zelfmoord, een onduidelijke eettent. Dat is toch een doorsnee dag voor een politieagent? In elk geval geen reden om naar een psychiater te rollen. De Vries zegt zoiets niet voor niks. Er klopt iets niet op die dag. Nou, als de Vries dit ziet, laat hij opnemen. Maar ik zou je vertellen wat er niet klopt. Jouw theorie klopt niet. Let nou maar op dat we goed zitten met Frederiks. Die slaat straks gewoon door. Neem een slok op je collega. God weet dat smeren ze mijn vrienden niet zijn, maar dit vind ik een schofte streek. Wanneer vliegen jullie? Vliegen? Veenman is van hals over kop naar het buitenland gevlucht. Helemaal in paniek omdat Frederiks is opgepakt. Hij heeft vannacht nog een vliegtuig gepakt. Zie je nou? Waarom zou hij er vandoor gaan als hij er niks mee te maken heeft? Normaal gesproken lul ik natuurlijk niet over Veenman, hè. Ik wil mijn zaak langer houden dan vandaag. Maar hij is te ver gegaan. Milieu kotst hem uit. Hoe kom jij aan die informatie dat hij weg is? Beroepsgeheim, de kok. Mag ik even raden van wie je het hebt? Is zijn naam Henk? Zijn zoveel mensen die Henk heten? Is hij journalist? Zijn zoveel journalisten die Henk heten? Luister, kok. Je moet het ook van... Je moet het ook van de roddel hebben, net zoals jij. Als iedereen zijn bek dicht houdt, los jij ook niets meer op. Als die Henk bij mij komt, dan stuur ik hem meteen aan het oude lijk van Mechel. Eén vraag en hij komt de hele avond niet meer weg. Die loopt op gek. Eén vraag? En ze heeft niet gevraagd waarom we dat kwamen vragen. Die kom mee. Nou weer. Mijn collega en ik vroegen ons af waarom hij niet verbaasd was toen wij vanmiddag langskwamen. Nou, komen hier wel meer gastjes voorbij met onzinnige vragen. U vindt het onzinnig? Het gaat over de dood van uw man. U was vanmiddag anders behoorlijk van streek. Nou nee, zo bedoel ik dat eigenlijk niet. Kijk, ik bedoel... U bedoelt dat u er niet vreemd van opkeek toen we langskwamen? Oh nee. Ach, toneel gedaan. 16 jaar, schat. Gouden tijd. Ah. Ik heb wel eens gehoord dat actrices bij emotionele scènes aan de dood van een hondje of een katje moeten denken. En dan komen de tranen vanzelf. God, daar was ik een ster in. Zakdoeken in de zak. Mm. En waar moest u vanmiddag aan denken? Ik word hier doodzenuwachtig van. Maar jouw geld, is dat het? Zeg het dan gewoon. Zeg het maar. Hoeveel moeten jullie hebben om ook je bek te houden? Het was verdomme een ongeluk. We hadden ruzie. En hij viel. En toen kwamen die agenten en toen was hij in de kastje mijlen. Verdomme, dat was helemaal niet de bedoeling. Hij kwam ophalen thuis. Wat is er aan de hand? Weet u iets over Frank? Ik ben even... Wat is er aan de hand? Dat moet jij me vertellen. Hoezo, wat dan? Waarom heb je laten halen? Ja, om Frank natuurlijk. Jullie hebben de dader, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Nou? Je zou ons kunnen helpen, John. Nou, zeg maar wat ik moet doen. Ik wil alles doen. Hoe lang denk je dit nog vol te kunnen houden? Wat bedoelt u? Begint er iets te dagen?
Je eigen collega. Verschrikkelijk. Je moet het nuchter bekijken. Mensen doen alles voor geld. En politieagenten zijn soms net mensen. Maar waarmee kun je zo'n oud vrouwtje nou afpersen? Toen Frank en John bij Mechelen kwamen, lag die man onder aan de trap. Hoe lang is hij al zo? Weet ik niet. Weet ik niet. Een kwartier, half uur, ik weet het niet. Hou op. Het is al te laat. Oh god, nee. Het was een ongeluk. Hij viel. Ik bedoelde het niet zo. Het was een ongeluk. Ze hadden ruzie gehad. Die man was gevallen of geduwd. En John stelde Frank voor om te rapporteren dat het een natuurlijke dood was. En toen bood zij hen geld aan. Ja, Frank merkte dat John steeds terug ging om meer geld te vragen. En dat vrat aan hem. Hij kon er met niemand over praten. Niet met zijn collega's, niet met Anja, niet met... En daarom kwam hij bij onze psychiater terecht. Ja. En die stelde hem voor om met John te gaan praten. En dat was de afspraak op de open dag? Dat was die afspraak. Een afspraak met de dood. Ik ben blij dat je gekomen bent. Weet je wat er gebeurt als dit verhaal uitkomt? Wat er dan gebeurt is dat we weer rustig kunnen slapen. En dat je niet bang hoeft te zijn iedere keer als er iemand op je schouder tikt. Ik heb nergens last van. Als je niet meegaat, ga ik alleen. Ben je baan kwijt, matenaaier? Je bent er nog eens geweest en nog eens. Hoe kon je dat? Wij hebben er geholpen en daar betaald ze voor. Gewoon een deal. Niks meer en niks minder. Als jij je bek houdt, dan is er verder niks aan de hand. We hebben de oude vrouw afgeperkt. We hebben geld aangenomen. We hebben geld aangenomen. Om de verdenking van hem af te schuiven, heeft John 2 telefoontjes gepleegd. 1 naar de vriendin van Frederiks, om die naar het bureau te krijgen. En 1 naar onze journalist, die er natuurlijk maar al te graag in trapte. Het zijn allemaal collega's.